Yeah.
vanavond gemeente, hartelijk welkom op deze jonge dienst. Eveneens hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en hen die thuis met de gemeente verbonden zijn. De voorganger van deze dienst is Dominee Veldhuizen van uit Steenwijk. De kerkraad heeft dit volgende mededeling. De heer Haarbotter en mevrouw Haarbotter van der Wal zijn maandag 23 oktober 25 jaar getrouwd. De familie Botter woont aan de Koolwijk, nummer 50. We wensen deze familie een goede gedenkdag en Gods zegen voor de toekomst. Op donderdag 26 oktober opent de trouwen David Alberts en Jolanda Koelma. Een huwelijksdienst vindt plaats in de vakbekende kerk in de Leus. Deze dienst begint om 3 uur 's middags. Het adres van de bruidspaar is Koraal 52. We wensen David en Jolanda een fijne huwelijksdag en een gelukkig huwelijksleven. In de komende week hebben we school- en herfstvakantie, maar de conversaties in de hoeksteen gaan gewoon door. De deelnemers en de ouders worden verzocht hier goed op te letten. Na deze dienst worden bij de uitgang formulieren uitgedeeld waarmee de beleidende leden aanbevelingen kunnen doen voor vacatures van kerkraadsleden. Deze aanbevelingen kunnen worden ingeleverd tot en met zondag 5 november. De opbrengst van de diaconiecollecte van volgende week zondag 29 oktober wordt bestemd voor de projecten waar Lisa van der Linden zich op het moment mee bezighoudt. Lisa zet zich in voor een uitgeverij die woordenboeken voor de theologie van het Nieuwe Testament wil verspreiden in het Midden-Oosten. Het gaat om een boek wat belangrijk is voor voorgangers en voor geestelijke leiders. De verspreiding van het boek is alleen mogelijk met steun van buitenaf. Daarom willen we de opbrengst van de diaconiecollecte van 29 oktober bestemmen voor dit project. De diaconie beveelt deze collecte nu aandacht aan en vraagt ook voor het project te bidden. De vorige jongerendienst hebben we een actievouder overwassen voor het huis in Hongarije, ons jongerenproject. En heeft tot nu toe al een bedrag opgebracht van 4.200 euro. De familie Roosendaal is momenteel daar aanwezig om dit te overhandigen. De mensen van het huis daar zijn de bedankt uitbrengen voor het mooie bedrag dat we opgebracht hebben. De bloemen van deze zondag gaan met hartelijk groet van de gemeente naar de heer M. Kroes, Drossenstraat 60. Hij kwam thuis uit het ziekenhuis. De extra bloemengroet van de jongerendienstcommissie is voor Patrick de Vries. Namens de kerkraad bent u een gezegende dienst die we beginnen met het zingen van Psalm 67, vers 1 en vers 2.
begin van deze dienst samen stil worden voor het aangezicht van de Heer, onze God. En aan het begin van deze dienst spreken we deze woorden van geloof en vertrouwen uit, dat ook nu onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand eens begon. Daarom groeten we elkaar vanavond ook met deze oude en heilige woorden. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer en Heiland, door de Heilige Geest. Amen.
Laten wij samen bidden. Hier zijn wij dan, Heere God. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, klein en groot, jong en oud, allemaal door elkaar. Hier zijn wij dan, God, helemaal zoals wij zelf allemaal zijn, om aan uw voeten te zitten, om te zingen, te juichen en te jubelen, om te bidden. Misschien wel om ook een moment stil te worden, rust te vinden. Heere God, wij bidden u, neem ons aan zoals wij zijn, met het ongeduld in ons hart, met de moeite die we soms hebben om te kiezen, met de angst om het verkeerd te doen, met de lafhartigheid om keuzes te vermijden. Neem ons zoals wij zijn, door Jezus. Hij is uw Zoon, onze Heer. Hij heeft voor ons de weg naar u gebaand. Heer God, wij willen vandaag ook luisteren naar wat uw woord ons te zeggen heeft. Maar dat woord is een woord van lang geleden en van ver weg. En daarom bidden wij u, God, spreek zelf door uw geest in deze dienst. Spreek zelf in ons hart. Maak ons rustig om te luisteren. Maak ons geduldig om erover te denken. Maak ons tot mensen die bereid zullen zijn om te kiezen. God, wij bidden u, zend ons uw geest, die levend maakt, die ruimte maakt, die uw aanwezigheid in ons midden wil zijn. Schenk ons uw geest, in Jezus' naam. Amen. Dan zal Christian nu voor ons lezen uit Jozua 24, de aangegeven versie. Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat, over de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen, de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. Jozua antwoordde, het volk echter, u zult niet in staat zijn de Heer te dienen, want hij is een heilig God. Hij duldt niemand naast zich. Hij zal u uw overtredingen en zonden niet vergeven. Wanneer u de Heer verlaat en andere goden gaat dienen, zal hij zich tegen u keren. Dan zal hij u niet langer weldaden bewijzen, maar u kwaden en u vernietigen. Maar het volk zei opnieuw, wees ervan verzekerd dat we de Heer zullen dienen. Jongens, meisjes, mensen, samen gemeente van onze Heer Jezus Christus. Multiple choice 1 heet dit stukje in de liturgie. En als er 1 staat, betekent dat 2 en 3 waarschijnlijk nog wel zullen volgen. Jullie merken het nog wel. Multiple choice. Iedereen van jullie weet, denk ik, wel wat dat is. Op school krijg je bij sommige toetsen of repetities, of soms ook met de CITO-toets aan het eind van de basisschool, vragen waarbij de mogelijke antwoorden al voorgegeven staan.
Je moet dan bijvoorbeeld kiezen uit A, B, C of D. Ik weet niet hoe het nu is. Voor mij is het alweer even geleden, moet ik eerlijk zeggen. Maar meestal zie je toch al gauw, dacht ik, dat er twee van die vier antwoorden eigenlijk toch wel nonsens zijn. Blijven er nog twee antwoorden over. Maar die twee overgebleven antwoorden kunnen soms erg op elkaar lijken. Terwijl er maar één goed is. Multiple choice. Meer keuzevraag. Maar slechts één antwoord is de juiste. En hoe kies je dan? Ik zeg jou dat jij dan kiest op grond van wat je hebt geleerd. Misschien heb je intensief in de boeken gezeten. Misschien heb je goed opgelet tijdens de uitleg van de docent. Misschien heb je ergens iets gelezen of gezien op internet of langs zien komen bij Discovery Channel of bij National Geographic. Of misschien nog wel anders. En soms is het gewoon een ervaring. Je was in een bepaalde situatie en daarin deed je iets op die manier en dat pakte goed uit. En als het dat niet deed, dan weet je nu dat het anders moet. Kortom, je hebt geleerd van iets of van iemand in het verleden. En daarom weet je nu welke keuze je wilt maken. Nee, dan is het nog niet altijd makkelijk. Weliswaar kan het soms voor het opscheppen liggen, zoals met twee van die vier, dat ze fout zijn. Maar zoals gezegd, soms lijken die mogelijke antwoorden wel erg veel op elkaar. En wat moet je dan kiezen? Nou, zulke keuzes maken jullie allemaal op school. Zulke keuzes maken jullie allemaal als je voor een bepaalde opleiding kiest en niet voor een andere. Zulke keuzes maak je als je de kranten doorkijkt op zoek naar een baan. Wat zal ik kiezen? En natuurlijk ook waarom? Ook Joshua heeft zo'n keuzemoment in petto. Aan het eind van zijn leven roept hij het volk dat onder de vleugels van de Heere God die lange leertocht heeft gemaakt van het huis van de slavernij in Egypte naar het beloofde land Kanaan. Roept hij dat volk nog één keer bij elkaar. Nog één keer wil hij dit volk op het hart binden te kiezen en te blijven kiezen. En wel deze keuze. De Heere God heeft ons vrijgemaakt. Blijf dan bij deze Heere God. In ieder geval Joshua en zijn familie zullen dat doen. En zoals we van Christiaan hoorden, Joshua waarschuwt ook. Want deze keuze is niet simpel. Elke dag weer zullen de mensen voor deze God moeten kiezen. En ook als je niet kiest, ook als je denkt dat je niet hoeft te kiezen, dan kies je. Alleen is het dan nog maar de vraag of het voor deze God is. Voor de vrijheid die Hij jou geeft. Voor het leven van mogelijkheden die in zijn vrijheid het leven kunnen maken tot een beloofd land. Waar het goed is om samen in te leven. Waar vrede en recht hun plaats krijgen. En waar alle mensen, jong en oud, groot en klein, in tel zijn. Willen ook wij zo'n keuze maken vanavond?
Laten wij dan samen het lied zingen dat op de liturgie staat. Ik geloof. Ik geloof. Jongens en meisjes, mensen, samen gemeente van de Heer,
Jezus Christus. Mooi is dat. Om zo samen te staan in het geloof. Zoals ooit bij Jordaan in Israël dat volk van God onder leiding van Jozua daar stond. Maar goed, je kan er wel staan, dan is het nog lastig genoeg. Want eerlijk gezegd, hoe weet je van jezelf dat je het goed doet? Hoe weet je van elkaar dat je het samen goed doet? Welke keuzes in het leven kun je zo maken, de naam van de Heer die we beleiden ook werkelijk gediend wordt? Dat de naam van de Heer door ons gedrag, door onze keuzes, niet wordt tot een leugen, tot een ontkenning van wie God in Jezus werkelijk voor heel de wereld wil zijn. Tijdens de voorbereiding van deze dienst zaten we met z'n drieën in het jeugdhonk, heet dat zo? We zaten daar samen te praten over deze dingen. En ineens kwam dat beeld van het visje ons in de zin. Wie van u heeft dat ding, dat visje, op de auto geplakt? Steek zijn hand op. Wie? Oké, die zijn er wel, mensen met een visje op de auto. Ja, ik moet het naar beneden doen, ik heb het niet. Eigenlijk was de vraag toen, wat zegt zo'n visje? Natuurlijk, ik denk dat diegene die dat op de auto heeft geplakt, dat die weet dat dat visje een heel oud symbool in het christelijk geloof is. In het Grieks wordt dat visje wel een ichthus genoemd. En daar herkenden vroeger in de eerste gemeente de mensen elkaar als ze dat teken maakten en weer gauw wegveegden. Want in dat woord ichthus zitten de beginletters van die Griekse woorden Jezus Christus, Theuhios Soter, Jezus Christus, Zoon van God, redder. Maar wat doet zo'n visje nou in het verkeer? En toen begonnen we met elkaar verder te denken. Kan je met zo'n visje op de auto eigenlijk wel te hard rijden? Kun je het eigenlijk wel maken om met zo'n visje op de auto door rood te rijden? Of fout te parkeren? Zou je een pilsje kunnen drinken en dan één pilsje en dan achter het stuur kunnen kruipen? Als er zo'n visje op de auto zit. En toen bedachten we dit. Stel nou dat er dit gebeurt. Iemand rijdt door rood. Misschien had hij een pilsje op, of twee. Maar er stond een auto fout geparkeerd voor het stoplicht. En doordat hij nu door het rood rijdt, rijdt hij een kind dood. En op die auto is een visje geplakt. Wat gebeurt er dan met de naam van de Heer? Misschien moesten we, zei we toen tegen elkaar, dat visje niet zozeer op de auto plakken, maar vooral op onszelf. Wij beleiden Jezus Christus als Heer van ons leven. Net als Israël toen, kiezen wij ervoor om in ons doen en laten te laten zien wat deze Heer voor het leven en voor de wereld betekent. En dat betekent ook, jongens en meisjes, mensen, dat
betekent ook dat we die waarschuwing van Jozua ter harte nemen. Het gaat niet altijd vanzelf om deze keuze voor God, voor Jezus, gestand te doen. Je zult soms apart staan, belachelijk worden gemaakt, niet mee kunnen doen met wat men vindt dat toch moet kunnen. Jij zult jouw keuzes moeten maken tussen de machten en de krachten die ook in jouw leven proberen te werken. En de vraag zal daarbij telkens zijn: wie is jouw God? Waar ga je voor? En hoe doe je dat? Nou weet je, zo'n trio, drie van die jonge mannen die er helemaal voor gaat, zo'n trio kennen jullie in deze jeugddiensten. Ze gaan er telkens helemaal voor. Ze staan waar ze voor staan. Ze kiezen zoals ze kiezen. Multiple choice. Kijk maar.
probeert. We hebben geld verdiend. En dan moet je bij de volgende maand. Toch! En misschien doen we het over een ander. Misschien moet je voor een ander. Dat mag niet. Goed, we gaan nu naar de rol. En dan gaan we de rol verder uitzoeken. Dat we met jullie gaan doen. Oké. Zouden ze zichzelf nu wat beter leren kennen? Laten wij daar met elkaar samen zingen in Psalm 139, vers 1 en 2. Maar Petrus zei, Ananias,
Waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van een stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen die dit ter oren kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag gekocht? Ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben, staan voor de deur. En ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en alle die ervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Jongens en meisjes, mensen, samen, gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Het gebod dat vanuit de 10 woorden ten leven van Israël vandaag in deze jeugddienst aan de orde is, zegt: leg over de ander geen vals getuigenis af. En in de jeugddienstcommissie hadden ze daarbij het verhaal gekozen van Ananias en Safira. Ze hebben allebei zulke mooie namen. Ananias betekent zoiets als de Heer is genadig. En Safira zoiets als de mooie. Maar wat ze hier doen en wat hen vervolgens dan ook overkomt, dat lijkt de genade ver weg. En mooi is het al helemaal niet. Dit gedeelte in Handelingen 5, dan gaat het over de eerste gemeente van Jezus in Jeruzalem. Om de armen in en om de gemeente te helpen, verkopen de rijkeren hun bezit en geven alles aan Petrus en de andere apostelen om de armen te helpen. En ook Ananias en Safira lijken daarin mee te doen. Lijken. Want blijkbaar doen ze niet helemaal mee. Ze kiezen ervoor om iets voor zichzelf te houden. Ze kiezen anders dan de anderen. En ik denk dat dat mag. Dat je zelf mag kiezen. Maar wees er dan eerlijk over. Laat geen schone schijn op je, waardoor je de naam van de gemeente, de naam van de Heer van de gemeente naar beneden zou kunnen halen. Want de gevolgen kunnen blijkbaar vreselijk zijn. Wat is nou het vreselijke dat deze twee mensen met hun mooie namen gedaan hebben? Ik houd er niet van om moralistisch met het vingertje te wijzen. Maar het lijkt toch wel op waar Jozua al voor waarschuwde. Je keuzes hebben altijd gevolgen. De goede net zo goed als de slechte keuzes. Niets blijft zonder gevolgen. Maar zo snel en zo onomkeerbaar, zo onherroepelijk, en dat misschien alleen maar om een leuntje om bestwil. Wat moet je hierbij denken? Nogmaals, het gaat hier om de eerste gemeente van Christus. Het gaat in die gemeente heel direct om de reclame die je maakt voor de naam van Jezus.
Die reclame is kwetsbaar. Want er zijn nog niet zoveel uithangborden en radiospotjes over Jezus en het leven met hem. En dan zit er zo'n uithangbord bij. En dan klinkt er zo'n radiospotje dat net niet helemaal deugt. En als het net niet helemaal deugt, dan maakt het soms meer stuk dan heel. In de reclamewereld weten ze daar alles van. Zou het daarom zijn? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dit. Leg geen vals getuigenis over de ander af. Dat is een keuze. Een meerkeuzeopdracht die je elke dag weer krijgt. En dan gaat het vanuit jouw belijden ook om de vraag: welk getuigenis leg je af over Jezus Christus, over God de Vader, over je geloven? En is het getuigenis in woorden zo dat ook je daden, ook je zijn in het leven erin meeklinkt? Doe jij dan wat jij zegt? En zeg jij dan wat je doet? Dan kunnen er nog veel dingen gebeuren. Multiple choice. Kies en doe. Kies en doe het juiste antwoord. Kies en doe wat past bij de naam. Amen. Zingen wij over het groen.
samen danken en bidden. Dank u wel, God, dat wij vanavond zo met elkaar samen mogen zijn. Als mensen, als jongeren, als kinderen, alle leeftijden door elkaar heen. Samen luisteren naar dat woord van u, om oprecht en betrouwbaar te zijn. Hier, daar bidden wij u dan ook om. Want zoals we net al zongen, we zijn zo kwetsbaar, zo breekbaar. Het gaat zo snel verkeerd. Wij bidden u, leid ons. Elke dag weer. We bidden u, help ons te kiezen. De goede keuze. Passend bij onze keuze voor u. Wij bidden u, neem ons mee op uw weg naar de toekomst. Dat wij in woorden en in daden iets zichtbaar maken van het Koninkrijk van Jezus. Dat komt. Heere God, u weet hoe het in deze wereld eraan toe gaat. En wij weten het ook. Uit de kranten, van de radio en de televisie, van internet. Hoe dan ook. En daarom bidden wij u. We bidden u voor Afghanistan. Voor de mannen en de vrouwen uit Nederland en alle andere landen die daar zijn. Om iets van stabiliteit, iets van veiligheid te maken. Wij bidden u om uw zegen. We bidden voor Israël en de buren van Israël. De spanningen die daar nog steeds niet verdwenen zijn. We bidden voor Soedan. We bidden voor Zimbabwe. We bidden voor de oerwouden in Colombia. We bidden nu voor heel deze wereld, ook heel dicht bij ons. De mensen die ziek zijn. Of die alleen zijn. Mensen die een groot verdriet met zich meedragen. Mensen die een keuze moeten maken van leven en dood, wel of niet laten opereren. Wel of niet doorgaan met deze vriendschap, met deze liefde. Wel of niet hopen op een andere toekomst, een andere baan. Wij bidden u, God, voor onszelf, voor uw gemeente. Houd haar vast, houd ons vast in uw hand. Zo, God, willen we in de stilte van dit moment datgene tegen u zeggen, met of zonder woorden, dat alleen wij zelf tegen u zeggen kunnen. Jezus ons heeft voorgezegd, onze Vader. Samen bidden is ook de gelegenheid om samen met de handen van harte te geven. Daarna zingen we als godlied nummer 300. Maar eerst mogen wij geven.
en luister naar de wind. Ja, ik zal hoofd ineens omhoog gaan. Zoals u wellicht weet, zijn we afgelopen jaar met een hele groep tieners uit onze gemeente op zeilkamp geweest. En geloof het of niet, deze tieners hielden ontzettend van zingen. Dat zou je misschien niet verwachten, maar ik heb ze inmiddels goed leren kennen en ook goed gehoord en ze kunnen echt goed zingen. Dus toen kwam het voorstel van de leiding op zeilkamp van nou, lijkt het jullie wel wat om een keer in de jongerendienst te gaan zingen. Een aantal riep wel enthousiast ja, een aantal zakte wat meer onderuit. Dan zei je nee. Maar ze zijn niet. Er zijn er 80-95% van die zitten hier zo. Een aantal kon niet, of misschien doe ik zo kon niet. Het grootste gedeelte is hier, dan gaan we voor u zingen en voor God zingen. We gaan voor u zingen het lied Vader God, ik vraag me af. Het thema wat wij hadden tijdens het zeilkamp was de Fisherman's Friend, dus vrienden van de visser. En we vonden dit een heel gepast lied, dus nou, jongens, kom maar. En ik zou willen vragen, wilt u alsjeblieft een applaus geven voor deze kanjes die het aandurven?
zijn we dan aan het einde gekomen van deze jongerendienst. De volgende, dat laat weer een maand op zich wachten. Ik hoop dat u het zo lang volhoudt. Anders heb je elke zondag twee keer de kans om hier bij te tekenen. Zij het dan niet in een jongerendienst. Ga dan van hier naar huis. Naar de plaats waar je hoort. Not a choice. Het komt erop aan wat jij kiest. Jij. En jij. En al die anderen. En daar waar jouw keuze past bij jouw belijdenis, bij jouw staan voor God en Jezus, daar zul je gezegend worden voor jezelf en voor al die mensen die jij de komende tijd zult ontmoeten. Ontvang dan deze zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allen.